En dan is er het domein van gedrag en respect. Domein dat u niet onbekend zal zijn. Hoe komt het dat we vaker met jongeren te maken hebben die grensoverschrijdend zijn? Vijftien jaar geleden in mijn vak in Jeugdhulpverlening maakten wij het amper mee dat jongeren hulpverleners leerkrachten aanvielen, rechtstreekse agressie. Dat leerkrachten. Krashte, omdat twee, drie agressieve jongeren het onmogelijk maken om nog les te geven. Wel, vandaag wordt die problematiek veel ruimer erkend. Enerzijds zie je in recent onderzoek van Cienzano, zie je dat we uh, toch nog altijd een vrij grote groep hebben waar dat gedrag stabiel is. Waar gedrag oké okay is voor die leeftijd. Ruim 70 procent. En als je naar het andere uiterste kijkt, dan zie je dat oranje blokje, een 4-5 procent. Dat hebben we ook altijd gehad. Dat zijn de extreme de, delicten, delinquenten. Die, uh, die groep is uh, behoorlijk stabiel gebleven. Maar de groep daartussenin, de groep met Toenemende gedragsproblemen, agressieproblemen, respectproblemen, die groep is gegroeid. Die was een 10 procent en die beweegt zich tussen de 10 en 20 procent. Dat moet ons ook zorgen baren. Dat is wat ook de Internationale Vereniging voor Leerkrachten signaleert, dat we nog wel heel wat gemotiveerde leerkrachten hebben, maar dat we toch moeten oppassen voor die relatie tussen lesgevers en zij die les krijgen. Dat we te weinig stilstaan bij ontwikkelingen in het onderwijs, waar enerzijds wij absoluut moeten investeren in competentieontwikkeling, maar anderzijds het relationele een hele grote rol speelt en we vermoedelijk ook te maken hebben met klassen die te groot geworden zijn, te complex in elkaar zitten om nog te kunnen inspelen op de relationele noden en de gedragsnoden van elkeen. Waar komt het vandaan? Ja, dan komt eigenlijk altijd dit trio in beeld. Er zijn mensen die zeggen ja het heeft te maken met alle uh, Ontsporingen die uh, we zouden kunnen zien op niveau van gezin, samenleving, of misschien is het eigen aan de ontwikkeling van adolescenten. Maar zo eenvoudig is het niet. Want ja, kijk, op het niveau van gezinnen is het natuurlijk voor iedereen zichtbaar dat we leven in een tijd waar we toch een explosie zien van samenlevingsvormen. Jongeren worden omringd door een, uh, een ontzettende uitbreiding gaande van meer oudergezinnen, holibiegezinnen, eenoudergezinnen enzovoort enzovoort. Er is een enorme variatie aan samenlevingsvormen ontstaan. Dit uh, meisje hier in dit uh, genogram die probeert mij als hulpverlener duidelijk te maken van, ja, hoe zit dat bij haar allemaal in elkaar door heen twee, drie pogingen om een nieuw gezin samen te stellen. Te veel jongeren lopen allerlei verlieservaringen op. Halfbroers, zussen, een, een uh, stief grootouder en zo, waar zij goede contacten mee hadden. En die ineens door... Allerlei familieruzies uh, verloren geraken. Mensen waar ze voortdurend van leren afhaken. Maar hoe leer je aanhaken? Hoe leer je dat je moet in het leven door problemen doorwerken en dat er mensen zijn die vanaf je geboorte tot ruim in je volwassenheid daarvoor beschikbaar zullen zijn? Hoe leer je dat als volwassenen. Ook nog eens met een heleboel problemen naar die jongeren toe komen. Laten we toch niet vergeten dat we in ons land nog altijd te weinig stilstaan bij het probleem van alcoholisme. 10 procent. Te veel jongeren worden daar thuis mee geconfronteerd en zijn zo loyaal daar hun mond over te houden. Maar het gaat ook over geweld in gezinnen. Het gaat ook over armoedeproblematiek. Over impact van psychiatrische problemen bij volwassenen naar de jongeren toe, waar zij eigenlijk voor moeten zorgen. Het heeft eigenlijk als hoofdeffect dat hechting te vaak getroffen wordt. En dat is een heel centraal mechanisme in de ontwikkeling. Van jongeren. U leren verbinden aan anderen en daarmee leren team vormen. Team vormen.